De stichting Kaseko, die gisteren is geproclameerd, heeft een overeenkomst getekend met de organisatie NAX. Na de ondertekening is er een discussieavond gehouden met als onderwerp Kaseko is een Dogla. Volgens voorzitter Siegmien Staphorst is NAX al een hele poos bezig met het Afro-Surinaams cultuurerfgoed te documenteren en te beschermen. We doen het op het gebied van muziek. Muziek, dans, storytelling, dat is één van de elementen. Maar we doen het ook op het gebied van ambachten en beroepen, op het gebied van religie, op het gebied van literatuur en taal en op het gebied van ja, alles wat met culinair te maken heeft en met traditionele geneeskunde. Ik hoop dat ik ze allemaal heb genoemd. En in 2005 en 2006 waren we heel actief met alle Afro-Surinaamse organisaties om een lijst op te stellen van alle Afro-Surinaamse cultuurelementen die van belang zijn om ja, bewaard, beschermd te worden voor Suriname. En dat is eigenlijk geresulteerd in het opzetten van een documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur. Dat is in 2017 gebeurd. Rosita Leeflang, directeur van Rose Eternal Media en oprichter van Stichting Kaseko, vertelt waarom de samenwerking tot stand is gekomen. Deze samenwerking bestaat op drie gebieden, of beslaat drie gebieden. Onderzoek, bestendiging en bewustwording. En het eerste doel heeft u al gehoord. Nationale inventaris, immaterieel cultureel erfgoed Suriname. Ik sla iets over hoor. Oké. Uitvoeren van activiteiten die zullen leiden tot het registreren van de elementen met betrekking tot de Kaseko. Die door elke partij individueel en of collectief worden voorbereid voor plaatsing in het Nationaal Register Surinaamse Tradities en in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Suriname, als ook op de wereldlijst Immaterieel Cultureel Erfgoed van UNESCO. Het is altijd de mond vol. De duur is 3 jaren op papier, maar het gaat waarschijnlijk langer dan dat. De samenwerkingsgebieden tussen de twee organisaties zijn onder andere onderzoek en training op het gebied van muziek, dans en documentatie verzamelen en beheren. Morgen komen wij terug op de Kaseko discussieavond.